Dag lieve heidertjes, leuk dat jullie weer kijken. Nou, weer naar de eerste keer met Sjors en met Hallo. Teun. Yay! Yay! En we spelen Quakecraft en we zijn begonnen. Oh, en we hebben een fucking... Begonnen, ja. Oh shit man. Oké, jongens, ik ben geen pro, ik heb dit echt maar 5 keer gespeeld. Ik ook echt dus. 3 keer of zo. Maar mijn FPS is gelukkig wel aanzienlijk geval. Oh god, oh wat was een teleporteerschietding. Oh, what the fuck? Wauw. We zitten dus online met andere mensen ook nog, met random persoontjes. Dat is meestal met Minecraft. Ja, we gaan ook nog private match spelen, jongen. Private match, ja, dat zou wel een beetje leuk zijn op de... Oh, ik zie Rayo springen en Rayo is dood, maar niet door mij. Klootzak. Woehoe! Niet door mij, helaas. Helaas. Oké. Okay. Anders had ik nog een soort van eer gehad. Oké, wacht. Ah, ik ben weer dood. Oh ja. Oh god, ja, ik zie... Wow, iemand... Rayo, iemand... Oh god, ik ben trouwens Gutwell, nee! Ah, ja. Oh shit. Je stond net voor het scherm, Sjors. Ik werd echt gesniped. Wat hoor ik nog net voor pistons bewegen? Dat weet ik niet. Ja, die kunnen die soort van rode blokken... Oh, what the fuck? Mr. Sticky Ninja, what the fuck, man. Oh, jij ging zo ik had iemand echt van heel ver geraakt. Ja, eentje is een sniper, jongen. Klootzak. My skills, oh, what the fuck, die had ik? Rechterklik is toch schieten? Ja. 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 Hij heeft nog geen kills gemaakt en weet niet hoe het spel werkt. Ik heb 1 kill gemaakt op een of andere manier. Ik heb een manier... Ik weet dat... Oh, kut. Oh, shit. Misschien was het handiger om een game mode te spelen waar jij beter in was. Ah, ik ben... Nee man, dat is veel leuker als ik faal. Dat vinden de kijkers namelijk leuk. Dat haalt de kijkcijfers omhoog. Waarom denk je dat sterren springen van de duikplank zo populair is geworden? Springen van de duikplank. Hoe heet dat kutprogramma? Okay, toen Patty Bart op de neus ging. Dan ja, en toen ging janken dat ze bijna dood was. Ja, dat was toch wel het hoogtepunt van mijn leven. Ja. Oh nee, ik ben hier echt zo verschrikkelijk slecht in. Doei Teun. Sterren falen nog. Sterren falen. Ik ben echt dyslectisch aan het wachten. Ben je dyslectisch? Nee, dan ben je niet dyslectisch. Nee. Sorry, dyslecten. Teun. Sterren. Ja. Oh, jij schoot maar niet neer. Halve niet goed ingenomen YouTube sterren falen in Quakecraft.nl. Hashtag, jongen. Nou, dat is een hele mooie. Het heeft je even geduurd om die zin voor elkaar te krijgen. Ja. Ik heb in die zin heb ik 2 keer dyslecten beledigd. 1 keer Patty Bart. Ja, maar die gaat dit een hele rare kant aan het zijde kijken. Ja, nou, dat kan wel, hè. Misschien is Patty Bart wel die echte YouTuber. Wie weet, misschien is Patty Bart wel... misschien is Enzo Knol wel Patty Bart, wie weet. Maar wie is dan de hele tijd de Enzo die wij zien? Nee, maar kijk, Enzo trekt daar gewoon een pak aan. En dat is zo. Dat Patty trekt een pak aan. Ja, nee, nee. Ja, maar Enzo. Ja, dat kan. Dat kan ook. Ah, godverdomme. Ja, ik zag je springen naar beneden en ging je meteen dood. Ja, dat gebeurt dus altijd bij mij. Nee! Ik ben Rayo. Nee, wat? Oh, die schoot je in de lucht. Ik zie. Ik heb wel al 2 kills, ja. Ik ben wel die echte pro. Die echte. De echte pro en doodgaan. Oh nee, oh god. Ik word gaan dood, ik weet nu wat ik ben mensen kwijt, ik weet niet waar ze zijn. Ja, ben je mensen kwijt? Welke mensen ben je kwijt? Oh, ja. Rayo. Oh nee, zie ik, je was bijna om het hoekje en ik had je nog geraakt. Nee hoor. Nee. Crazy Ponage killde me. Nee, helemaal niet. Ik ook wel, kijk maar. Nee, ik. Zeg het toch, ik was het niet. Honger. Oh, nee. Oh, wow, oh, iemand heeft gewonnen. Nee, ik was zo ver weg. Echt. Ik ook. Ik had echt 3 kills gemaakt. Rayo, je bent niet helemaal laatste geworden. Nee, de Garg had het nog slechter gedaan. Ja, laten we nog een potje gaan doen, wordt het leuk. En waar is dat is Rayo, boven. Oh, dit is zo'n kutmap, hè. Is dit een kutmap? Zullen we deze boom gaan beklimmen? Oh. Als wij deze boom, zie de gazelle, de boom... beklimmen. Wat? Oké, okay, kom hier verder, wacht. Oh. Je kan niet verder. In mijn oude tijd was ik heel goed in... Ja, in je oude tijd, en hoe heette dat kanaal ook alweer? De Nox Crew. De Nox Crew. Ah, shit. Zal ik je vertellen dat ik er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord had? Maakt niet uit. Echt. Het is wel heel cool. Het is alleen voor echt coole mensen, daarom heb je er gewoon niet van gehoord. Like Weet je wat voor echt coole mensen is? Mensen die bij dagelijks AD zitten. Ja, grappig man. Echt. Gisteren Dylan ook al. Dylan maakte er ook een keiharde grap over. Ja. Moet bijna huilen. Echt? Nee, kut. Dat is gewoon kut. Ja, ik mis je wel, man. Dat mis je er wel erbij. Ik mis jou ook. Maar gelukkig kunnen we via deze manier op Teamspeak gewoon nog lekker kletsen. Gelukkig is er nog meer dan 1 groep op Skype.
Want ja. Het is niet meer Skype 1984. Ja! Oh, ik heb 3 kills. Ik heb je gekilled. Nee. Dat is de tweede. Waarom nee. Is het vast groene naam? Zien jullie dat in de chat? Heeft hij groene omdat naam? Hij een pro is. The ja, man. Zoiets. The man. Omdat hij betaald heeft voor een groene naam. Wauw. Zou ik ook doen. Betalen voor dit soort dingen. Voor groene namen wel. Zou ik het doen hoor. Dan heb je echt, geld te veel. Sowieso. Kan je beter mijn geld geven. Of geld te weinig. Want nee. als je meer geld had, had je misschien iets anders kunnen kopen op het server. Ja. Ik heb nog maar 5 euro. Goede naam voor Minecraft. Ja. Op één server. Nee, maar ik bedoel, je kan toch ook... Ik weet het. Ik ben echt slecht als ik praat en speel trouwens. Eventjes daarbij. Maar, ik denk niet dat commentary jouw ding is. Dit is het wel, man. Als ik Call of Duty doe, dan lukt het me wel. De reden dat hij met YouTube is begonnen, ja, het is niet echt je ding. Ach, nou, ja, maar je kan toch ook een faalkanaal hebben? Ja. Het rijmt dus, het is waar. Ja, het bestaat het al, anders moet je gewoon een faalkanaal aanmaken. Zeg maar. Ja, het faalkanaal. Ik denk dat het wel bestaat. Ik bedoel, kom op. Het rijmt dus, het is leuk. Het is catchy. Ja, dus maar, zullen we gewoon met z'n drieën een faalkanaal maken? Zullen we kijken of we dat kunnen doen? Zijn. Het faalkanaal, dagelijkse upload. Ja, maar degene die dit gaan kijken, gaan sowieso dan een account maken om ons ja, te daarom moeten nee, maar daar moeten we direct voor, zeg maar, voordat deze video uitkomt. Jongens, abonneer op het faalkanaal. Oh mijn god. Het klinkt ook... Ik heb een triple kill. Kijk oh, ik heb een leg spike en toen ben ik ineens dood gegaan. Holy shit. Maar jongens, abonneer op het faalkanaal. Faalkanaal staat in de descriptie. Shors, ik en Teun gaan hier mee beginnen. Oh het is, ja. Het is nog niet maar gemaakt. Straks bestaat het al. Bestaat het al. Nou, dan maken we het faalkanaal 1. Dan falen 1. Wij dus, Steun. Snap je dat? Dan falen wij in het faalkanaal maken. Dan noemen we het faalkanaal anaal. Een anaal faalkanaal. Ja. Oh, wow. Een anaal faalkanaal. Dat bedoel ik. Dat gaan we gewoon doen. En dan ben ik gewoon falend omdat ik gewoon een kut laptop heb. Ja, dan zien we alleen maar video's van Davy. Oh, wacht. Want die is de enige die faalt. Ja, grapje hoor. We kunnen ook een veel compilatie maken van Minecraft, hoe vaak we in de lava zijn gevallen in onze let's plays en zo. gewoon echt 100 keer achter elkaar, oh nee, lava. En dan oh nee, lava. En dan gewoon even, zeg maar, fake files opnemen. Ja. Oh, double kill, Gutballs on a killing spree. Zien jullie dat, jongens? Dat ben ik, hè? Ik ga lekker. Ik sta bovenaan. Echt? Oh, wat? Oh my god. Andrew gaat je inhalen, vriend. Nee, Andrew gaat helemaal niks. Oh, double kill! Ja! Oh nee, ja. Dat was verdiend. Ik sta in ieder geval niet onderaan. Dat is ook een kunstje. Pluspunt. Zo, hé. Hey. Ik own nu echt veel te hard. George had de pro in deze game. Dus we moeten hem stoppen. Ik ben echt pro. Wow, ik was on een rampage. Zag je dat? En toen werd ik neergehaald. Door... Ja, door een speer. Goed wel. Oh, shit, mensen besluiten mij te whatsappen. Davy, wat ga je mij doodmaken? Ik ben ook echt, op killing spree. Ik heb nu ook 9 punten, fuck jullie. Oké, dan moeten we die killing spree even stoppen. Het gaat nu veel te ver. Ja, 10. Ik ga je inhalen, Shors. Nee, ik ga dit doen. Misschien faal ik toch niet zo hard als ik dacht. Waarom vliegt daar een meisje? Er vloog er iemand in de lucht. Cheatsen. Meisjes kunnen toch helemaal niet vliegen? Jawel, alleen als je kanaal Ik Kan Vliegen 1 heet. Dat is ook echt gewoon een inkoppertje. Wat zoals mijn piemel. Als je jezelf Ik Kan Vliegen noemt en dan vervolgens niet kan vliegen. Oh, what the fuck? Teun kan niet vliegen hoor. Oh jawel hoor. Nee. Als je van een flatgebouw afduwt wel. Teun, jij was toch laatst in de arena en toen dacht je ik kan vliegen en toen is dat niet helemaal lekker afgemaakt. Deze gast vliegt ook al, wat de hel. Serieus? Of is het gewoon lag? Nee, hij vliegt hier. Hier. Ze vliegen, maar als je dan laag schiet, dan raak je ze zeg maar wel. Deun, niet kut. Doen. Iso, niet killen. Iso, vloog. Deun, je zit iemand achter je aan, hè? Ik weet niet, ik heb hem gekillt. Ja, jij zit. Ja, nu zit ik achter jou aan, maar er staat serieus iemand anders achter je aan. Ja, deze gast bukt hem ook al. Ah, jammer. Ik weet wie hier jongens. De baas is. Het is Shors. Kijk, ik ga in het midden van dit platform staan en kunnen jullie me aanschouwen. Aanschouw de koning van... Oh, Quakecraft. Jump Party. Jump Party, yeah. Als er iemand niet de baas is, dan ben jij het, Shors. Nou, in ieder geval, ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op CJSum en Ik Kan Vliegen 1. Ja, nee, dat was het. Dat was het. En als het faalkanaal. En het faalkanaal. Oh ja, het faalkanaal. Oh, dat gaan we natuurlijk. Het faalkanaal is vergeten, jongens. Dat ja, niet vergeten. Hashtag faalkanaal nu. Hashtag faalkanaal.
homepage.nl. Het hotmail.com. Het live.nl is tegenwoordig. Hotmail bestaat niet meer. Ik heb nog steeds Hotmail hoor. Ja, ik ook, maar de site Hotmail bestaat. En Gmail heb ik nu ook. Ik heb meerdere accounts. Maar dat zit eraan elkaar vast. Ja, business shit in YouTube. Ja. Oké, okay, nou in ieder geval... om het af te sluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Dag lieve heidertjes. Godsamme. Vergeet niet te liken, vergeet niet te commenten en te favoriten. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. En tot dan zeg ik... Nee!